Welkom bij deze video over hoofdstuk 6 Energie en Beweging. We gaan kijken naar paragraaf 6.5 Vermogen en Rendement. Als eerst kijken we terug naar hoofdstuk 2 over vermogen. Daarbij heb je geleerd dat het vermogen gelijk is aan de energie in gedeeld door de tijd. Ook heb je geleerd dat het rendement uitgerekend kan worden door nuttig vermogen te delen door het totale vermogen, oftewel de nuttige energie gedeeld door de totale energie. Het vermogen heb je nou gezien dat energie gelijk is aan de arbeid. Dus het vermogen kunnen we ook uitrekenen met arbeid gedeeld door tijd. En gezien arbeid gelijk is aan F keer S, kunnen we ook uitrekenen door kracht keer de afstand gedeeld door tijd te doen. En als we iets anders opschrijven, zien we S gedeeld door T apart staan. En S gedeeld door T apart is natuurlijk de snelheid. Nou, denk eraan dat je die formule P is F keer V alleen mag gebruiken als er sprake is van constante snelheid. We gaan kijken naar een rekenvoorbeeld van de boottrack. Deze is gemaakt naar een HAVO-examen in 2017 tijdvak 1. Een boottrain is een combinatie die bestaat uit een vrachtwagen met meerdere aanhangers. Boottrains worden vooral veel gebruikt voor lange reisafstanden in Australië. De maximale snelheid voor een boottrain is 90 km per uur. Hieronder is een kaart van een deel van Australië gegeven met mogelijke routes voor boottrains. Bepaal met behulp van de kaart hoeveel uur een reis van Port Augusta naar Port Lincoln minstens zal duren. Voor deze vraag krijg je 3 punten, want het aantal punten staat altijd weergegeven bij het examen. Probeer deze vraag nou dus eerst voor jezelf te maken. Speel de video pas verder af als je deze hebt gemaakt. Zet de video daarom nu dus op pauze. Als je deze vraag gaat beantwoorden, gaan we eerst kijken dat je de geodriehoek nodig hebt, want er staat bepaal. Ja, je ziet, bij mij is de geodriehoek precies 1 centimeter op het kaartje dat 1 centimeter 60 kilometer is. Nou, als ik nou dus ga kijken, ja, Port Augusta staat rechtsboven en Port Lincoln staat linksonder. Als we daar de geodriehoek naast zetten, zien we dat het ongeveer 5 centimeter is. Natuurlijk maakt hij een paar bochtjes, dus je mag er wat naast zitten, maar 5 centimeter is hier een hele aardige bocht bij. Dus wat we eens opschrijven is dat we hebben opgemeten dat de afstand tussen Port Augusta en Port Lincoln gelijk is aan 5 centimeter. Gezien we weten dat 1 centimeter gelijk is aan 60 kilometer, komt dat dus overeen met 300 kilometer. Dat is het eerste punt wat je verdient met die vraag, dat je ziet 5 centimeter en dat is 300 kilometer. Je mag daar bij deze bepaling 60 kilometer naast zitten, dus je had wat mogen corrigeren ook voor de bochtige wegen die we maken. De totale tijd kun je uitrekenen door de afstand te delen door de snelheid. En de afstand is 300 kilometer, de snelheid is 90 kilometer per uur, dus is ongeveer 3,3 uur. Ook hiervoor krijg je een punt voor de juiste formule, 1 waarde in te vullen en het laatste punt is voor de berekening met eindantwoord en juiste significantie. Totaal 3 punten, niet al te moeilijk, dus die examens vallen best wel mee af en toe. Zolang je maar duidelijk opschrijft wat je moet gaan doen en welke stappen je hebt gezet. Als we verder kijken bij dit rekenvoorbeeld, zien we dat een deel van de route gaat over een licht glooiende weg. De hele weg wordt met een constante snelheid van 90 km per uur afgelegd. Hieronder staat de hoogte van deze weg als functie van de afgelegde afstand uitgezet. In deze figuur zijn 3 trajecten AB, BC en CD aangegeven. De motor van de roadtrain met een massa van 160 ton moet op traject AB meer vermogen leveren dan op de horizontale weg. Bereken hoeveel extra vermogen de motor van deze boottrain op het traject AB moet leveren. Je krijgt voor deze vraag 4 punten. Probeer deze vraag dus eerst weer voor jezelf te maken. En zet de video daarom nu op pauze. En kijk daarna pas verder of je het goed hebt gedaan. Om deze vraag te beantwoorden, weet je, nou, we moeten dus de extra vermogen. Het extra vermogen kunnen we uitrekenen. Vermogen is arbeid gedeeld door tijd. En arbeid, ja, dat is in dit geval de toename aan energie, en we hebben hier dus extra als energie nodig. Ja, we gaan omhoog, wat je ziet in traject AB. Dus we zien, ja, we gaan van 13 meter naar 15 meter, dus er komt een zwaarte-energie bij. Dus weet je, ja, de arbeid is gelijk aan mg delta h. Het verschil in hoogte wat erbij komt. Nou, massa, die kunnen we opzoeken, 160 ton. En 1 ton, dat is 1000 kilo. Nou, G weten we ook, 9,81 en H laat zien dat je daar opkomt van 15 min 30 te doen, dat je wel laat zien. In ieder geval die stap opschrijven of even apart, delta H is 15 min 13, dat dat 2 meter is. Vervolgens rekenen we deze uit en dan zien we dat we uitkomen op 3,14 keer 10 tot de max 6 newton meter.
Nou, vermogen weten we, dat is arbeid gedeeld door tijd. Dan moeten we eerst weten wat de tijd is. De tijd is afstand gedeeld door snelheid. En dat mag hier omdat we met een constante snelheid rijden. Afstand, die weten we, die kunnen we opzoeken, want van A naar B, dat is 1000 meter. Dat zien we uit de grafiek. En de snelheid, ja, 90 km per uur. Nou, als je die wil omrekenen naar meter per seconde, moet je delen door 3,6. En dat is 25 meter per seconde. Dus is de tijd die we erover doen om van A naar B te gaan, om die 1000 meter af te leggen, gelijk aan 40 seconden. Nou, we weten nu de arbeid en we weten de tijd. Dus kunnen we de nieuwe formule die we net hebben geleerd, B is arbeid gedeeld door tijd, gebruiken en invullen. En vervolgens zien dat dat 79 kilowatt ongeveer is. Je krijgt 4 punten voor deze vraag. Waar krijg je nou de punten voor? Nou, als eerste dat je weet, je moet de formule W is mg delta H gebruiken en daar in ieder geval 1 waarde goed van invullen. Vervolgens dat delta H gelijk is aan 2, daar krijg je een punt voor. Dus als je dat had opgeschreven, of zoals we hier aan de uitwerking doen, impliciet 15 min 13 wil opschrijven, krijg je daar een punt voor. Aangeven dat tijd de afstand gedeeld door snelheid is en ook de formule vermogen is arbeid gedeeld door tijd, die samen leveren een punt op. En het completeren van de berekening in de juiste significatie is ook een punt. Je bent op het einde gekomen van deze les. Hopelijk is het onderwerp nu wat duidelijker voor je. Vond je de video leuk? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. En als je nog vragen hebt, kun je ze onder in de comments stellen. Je kunt alle bestanden natuurlijk ook gratis downloaden van de website om het thuis nog rustig door te lezen. Veel succes en tot de volgende video.